Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Belgium TV. We gaan vandaag de loting verzorgen voor het WK in Rusland. Bij mij Rode Duivels, Toby Aldewereld en Kevin De Bruyne, die gaan helpen bij de loting. Ik stel voor dat een van de twee heren het eerste land trekt door middel van eerst goed te roepen. Meteen een groot land, Engeland. Met verschillende sterren uit de Premier League natuurlijk. Graag jullie mening over dit team. Ik denk dat hun klaar zijn om iets te winnen. Grote spelers, allemaal in grote competities. Met grote sterren, ook als team, zijn ze denk ik een goed team. Wordt een lastige opdracht. Graag special guest voor de loting uit pot 3. Leander den Donker, ster uit eigen competitie. Welkom Leander. Dank je. Je hebt een mooi cadeautje bij. Veel individuele kwaliteiten. Die echt voor je land spelen. Onlangs gespeeld voor het WK. Ja, klopt. Zelf onlangs gehad, maar ik denk dat ze wel stappen gemaakt hebben sindsdien. Zeg nog eens een mooie woorden, misschien een one-liner. Lastig, maar vertrouw je nog zelf. Oké, dat zijn mooie woorden. Stel voor dat we voor het vierde land wederom een ster uitnodigen uit eigen competitie. Mats Sels, kom erbij. Zuid-Korea. Mooie tegenstander, denk ik. Ook natuurlijk tegenspeeld op de WK. En, ik heb zelf een doelpunt gemaakt, maar wat wedstrijd was jij toen? Niet man of the match, denk ik, maar wel een buitenspelgoal gemaakt. Voor mij was het. Jij was heel goed. Dankjewel. Heel goed. Leander, wat vinden we van de samenstelling van de groep? Lijkt me een zware pool. Ja, het zal niet makkelijk worden. Maar ik denk dat het aan ons is om alles te geven en hopelijk groepswinnaar te worden. Dus mensen, dit was het dan. Dankjewel voor het kijken. Hopelijk komen jullie allemaal met ons mee om te supporteren in Rusland. We hebben jullie steun nodig. En met jullie kunnen we hopelijk hoge ogen gooien op het WK. Dankjewel. Ik denk geen cadeautje. Zeker geen cadeautje, maar op een WK zijn die er enorm weinig. Weer mooie woorden. Ongelooflijk. Dat kan hem, hè. Dankjewel, dames en heren.